Kleinum. Ja. Dat is. Ik vind het altijd heel mooi, want in de tijd dat jij zeg maar mijn favoriete rapper was, nadruk op was. Teringlijn. Bracht je testament uit. Ja. En dan zie je een Lil Kleine in de video. Klopt, ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat is denk ik een heel mooi verhaal. Ik ken het inmiddels. Die video? Nee, niet eens die video. Oh, gewoon. Okay. Ja, in Kleine. Kijk, het is heel simpel. Bart en ik zaten op een terras en toen kwamen we Jorik tegen toen hij een jaar of 8 oud was. En aan de praat geraakt. En hij was super fanatiek. Hij zat al in een speelfilm toen de tijd, dus hij was al een acteur. Mm-hmm. En hij kon ook street dance en dat soort dingen, maar hij wilde echt rappen. En toen hebben we altijd contact gehouden. Hij heeft bij ons mee kunnen kijken, een beetje kunnen groeien, af en toe een studiosessietje doen. En toen is er een tijd gekomen dat Jorik een jaar of 15, 16 was. En toen zei ik van luister bro, het maximale wat ik nu kan doen is dit. Dat was ook de periode dat ik heel hard aan mijn eigen shit moest werken. En toen is hij nog harder gaan werken overal. Ja. Maar weet je, het is... Met Kleine is het... Hij was echt overal. Ook op jonge dat. Leeftijd was hij echt overal. Ook dat, en je zag aan hem dat hij het had, zeg ja. maar. Nou ja, dat hij het had, los van dat hij het heeft. Mm-hmm. Hij wilde het. Ja. Liever dan anything in de fucking wereld wilde mm-hmm. die... Precies dat. En hij is het levende bewijs dat als je ergens in gelooft en je put your mind to it, ja. dat het kan. Hij heeft het gewoon abracadabra en daar was het. Maar hij heeft goed opgelet. En ja. ik ben absoluut trots op al zijn successen. We zijn een hele tijd niet on speaking terms geweest. Waarom was dat precies? Nou, er is een overgang geweest van ons naar een nieuwe ploeg. En dat is allemaal oké gegaan. Maar er zijn daar een aantal basisafspraken zijn daarin geschonden. Mm. En als wij een afspraak maken aan mijn keukentafel. Met iedereen erbij. En iedereen hoort wat we afspreken. En we schudden daarna de hand erop. Dan ga ik ervan uit dat we dat hebben afgesproken. Zonder papier? Tuurlijk. Oh, maar wel was, papier. Okay. Nee, zonder papier. Zonder papier. Maar. Ja, ik snap je. Er waren vier mensen betrokken. Ja. Daan, ik, Jorik en nog één iemand. En iedereen weet wat er gezegd is. Iedereen weet het. Snap je? Mm. Dus, en dat heeft lang gespeeld, zeg maar, voordat we daar aan de achterkant dan weer uit waren op een bepaalde manier. En dat is, maar aan de andere kijk, ik ben ook niet die guy, niemand is van iemand, snap je? Hij moet vooral zijn eigen ding doen. Ja. Ik had wel gewild dat Daan en ik langer betrokken hadden kunnen blijven. Ik denk dat dat op sommige momenten had gezorgd voor minder problemen en meer kwaliteit. Maar dat is mijn inziens en dat is achter. Ja. Maakt niet uit. Ze doen het fantastisch. Punt. Ja, 100.000%. Dus ik... en dat was het. Ik heb toen ik tracks met Jorik begon te maken, was het allemaal veel meer hip-hop. En was toen hij zelf ook op zijn school met zijn eigen producers daar banden mee op begon, kreeg je meer die dance-invloeden erin. Wat nooit mijn ding is geweest en ook nooit zal worden. Want ik vind dat niks. Persoonlijk. Ja. Snap je? Ik weet niet hoe ik op het podium moet staan als de beat te snel gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik ben gewoon een ouderwetse rapper. Maar ik zag wel in, zeg maar, hij moest gewoon zijn eigen ding doen. En dat heeft hij gedaan. En even kijken, was het? Ja, vorig jaar zijn we elkaar een paar keer tegengekomen. En ik heb ook die track erover gemaakt, die vergeven track. Die hebben ook veel mensen gehoord. Ja. En daarin heb ik ook gewoon mijn hart gelucht. Zeg, luister, zo is het niet. En dat was voor mij heel fijn, omdat dat was uit mijn systeem. Dat was echt een therapeutische plaat. Ik ben ook blij dat hij goed gestreamd heeft, maar dat was gewoon een therapeutische plaat. En doordat ik die plaat kon maken, kon ik het ook achter me laten, loslaten. En kon ik, wanneer ik hem zag, konden we ook gewoon normaal doen met elkaar. Want we hebben veel meer goede historie dan die paar jaar dat we wat gesodemieter hebben gehad. En dat is zonde. En dat is eigenlijk met meerdering het geval. Ja. Dat er altijd meer goed zit dan dat er fout is gegaan. Ik vind het tof dat het in ieder geval cool is dat jullie door één deur kunnen, man. Kijk, ik zeg niet dat we... Ik weet niet of we nog muziek gaan opnemen samen. Mm-hmm. Maar dat hebben we vroeger ook nooit heel veel gedaan. Ja. We hebben 2-3 liedjes samen. Maar als je gaat kijken van hoeveel liedjes hij toen maakte en hoeveel we daar samen maakten. Het was niet alsof we waren geen act samen. Zo. Ja. Weet je? En het was meer ook, weet je, Daan deed zijn management. En Daan heeft hem heel erg geholpen. En het moment dat die overdracht er was, ja, is daar... kijk, het is meer, het was, en los van dat er een beetje geld bij betrokken was, het was meer een respect ding. Ik vind, en dat respect was gewoon heel ver te zoeken.
En maar dat, niet per se door hem, toch? Zeker ook door hem. Oh, zeker, door, door hem en door Nathan. Maar respect is in de familie Moscovici blijkbaar een woord wat niet in hun woordenboek staat. En dat is oké. Okay. Is dat hoe je erover denkt? Ja, het staat wel in de familie Frederiks woordenboek. Weet je? En bij hun staat het er blijkbaar niet. En ze moeten me nog steeds het tegendeel bewijzen. Maar ik ben niet boos. Maar als ik, zo klinkt het wel trouwens. Hè? Nou ja, kijk. Wat hij heeft geflikt is gewoon niet netjes. En als mensen... Kijk, hetzelfde is als je ergens zit. Dan laat je het netjes achter. En hij heeft het niet netjes achtergelaten. Als jij naar het toilet gaat en degene voor je hebt de bril ondergescheten. Ja, zo voelt het een beetje. Kijk, het kan stinken daarna. Maar als iemand het netjes achterlaat, kan je gewoon gaan zitten met je neus dicht je eigen drol gaan leggen. Ja. En daar hou ik niet van. Kijk, als je soms met sommige mensen zo om wil gaan, moet je zelf weten. Maar niet met mij en Daan. Niet naar wat wij allemaal erin hebben gezet om het überhaupt, zeg maar, de kruiwagen aan te krijgen. Ja. Weet je? Dat wanneer de kruiwagen een Porsche werd, kon je niet eens meer respect hebben voor de mensen die de handvaten op de kruiwagen gezet hebben. En dat, ja kijk, dat, je kan het vergeven, maar vergeten doe ik het niet. Nee, man. Simpel. En dat is gewoon, ik vind dat ik daar niet, ik vind dat daar gewoon niet... Weet je, Frans, ik zie in door de afgelopen jaren heb ik je gezien. En je hebt echt heel veel dingen opgelost waarvan ik dacht dat het nooit meer goed zou komen. Tuurlijk. Ik denk dat er een goed gesprek nodig is tussen jou en die Moscovici. Misschien niet dat het nodig is. Misschien is dit niet de tijd. Hij is nooit een factor geweest in de relatie tussen mij en Jorik. Ja. Dat wil ik het liefst zo houden. Okay. Snap je? Als hij het gewoon netjes had gehouden, dan was er niets aan de hand geweest. Helemaal niets. En net had zoveel, vooral energie, heel veel negatieve energie had het kunnen schelen en sparen. En het is wat het is. Inderdaad. Ik zit er niet mee. Okay, en als jij er niet over was begonnen, was ik er never over begonnen.